Oh nee. Hoi, welkom op mijn YouTube kanaal met een nieuwe video. Leuk dat je kijkt. Het is vandaag dinsdag, dat is niet mijn normale uploaddag. Maar ook deze week leek het me leuk en had ik zin om een extra video te uploaden. Een gehackt video. Ik ga een hack testen. En vandaag doe ik dat met eyeliner stencils. Er staan op websites als Pinterest verschillende stencils voor eyeliner. Winged eyeliner die je kunt uitprinten, knippen en ook kunt gebruiken voor het zetten van eyeliner. Ik heb zo'n stencil even uitgeprint met drie soorten. Een halve centimeter, een hele centimeter en met een double wing. Voor zowel het linker als het rechter oog. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn YouTube kanaal, doe dat dan zeker even door op de rode knop hieronder te drukken. Dan blijf je up-to-date van alle komende gehackt video's en andere video's die ik ga uploaden. Er zijn ook van die harde plastic stencils, maar ik vond dit wel heel leuk om uit te proberen. Omdat kun je gewoon uitprinten, het is super makkelijk. Ik ga de gewone wings proberen, de halve en de hele centimeter. Oeh. Oh. Ik heb zowel de grote wings, de grote wings als de kleine wings uitgeprint. Ik ga beginnen met de kleine wings. Ik heb er even over nagedacht, moet je dit nou met vloeibare eyeliner inkleuren of niet? En ik ga het eerst proberen met een zwarte oogschaduw. Kijk hoe dat uitpakt en dan ga ik het proberen met vloeibare eyeliner. Ik heb al een laagje matte gezichtspoeder aangebracht. Kleurloze matte gezichtspoeder op mijn bewegend ooglid, zodat de eyeliner niet gaat smudgen. Even een tip tussendoor. Oh nee! Oh my god! Er valt net even een oogschaduw uit mijn Naked palet, Naked 2. Oh. Ik ga deze zwarte oogschaduw uit het Naked 2 palet gebruiken. Dit is Blackout met een schuin afgesneden kwastje van Eco Tools. Ik ga even beginnen met de kleinste. Maar ik vind het plakken, passen en meten op het ooglid erg moeilijk. Ik weet het niet, jongens. Oh, nee. Oké, ik ga dit er even afhalen. Ik heb het eraf gehaald en even hersteld. Ik ga nu proberen met de 1 centimeter. Ik denk dat dat makkelijker gaat, omdat de halve centimeter, die wing, is echt zo subtiel. Je zag net wel een kleine wing, maar ik denk dat je beter resultaat ziet met de 1 centimeter. Ja, dit is wel een wing. Ja. Maar het is natuurlijk met oogschaduw gezet. Dus hij is niet vlijmscherp of heel intens zwart. Maar er zit zeker wel iets van een wing hierin. En dan kun je hem natuurlijk hier nog wat verder doortrekken. Het is moeilijk om nu weer de stencil perfect terug te kunnen plaatsen. Maar ik denk dat nu zit hij er al aardig op. En dan kun je met wat oogschaduw langs de rand nog wat verder bijkleuren, maar dat hoeft niet zo perfect en precies. Nu ga ik proberen mijn andere oog, weer dit 1 centimeter stencil. Oh, die ga ik nog even iets beter uitknippen. En die ga ik aanzetten met zwarte eyeliner in de hoop dat ik hem nog iets scherper en iets intenser kan krijgen. En ik gebruik een eyeliner van L'Oreal. Dit is de Super Liner Perfect Slim. Oh, dit is echt moeilijk. Het is moeilijk om hem goed op zijn plaats te houden. En ik voel dat ik dus zo op mijn oogbal aan het drukken ben. Het voelt heel gek en ik kan niet meer zo goed zien daardoor. Klinkt misschien wat gek, maar het zit niet lekker. En ik krijg niet meer dan dit nu. Dit ziet er niet zo best uit. Oh nee. Ik ga het nog een keer proberen, maar dit keer met een oogpotlood. Dan heb ik alle opties denk ik wel zo'n beetje gehad. Ik ben heel benieuwd of het hier misschien beter mee werkt. Oh, nou, dit vind ik nog best mooi. Hier heb ik een klein beetje uitgeschoten, maar hij is intenser dan het oogschaduw. Kijk, zie je wel duidelijk verschil. En ik denk ook dat dit veel makkelijker gaat, net als oogschaduw, omdat zo'n
eyeliner gewoon zo'n heel dun stiftje heeft. En dat is dan heel moeilijk om dat in te kleuren. Dat is echt meer voor hele fijne lijntjes, daar kun je hem dan beter voor gebruiken. Maar voor het inkleuren dan werkt zoiets beter. Nu is het toch nog een hele intense lijn. En je kunt hem eventueel dan nog iets scherper maken met de eyeliner. En bijvoorbeeld hier dan ook nog aanzetten. Tenzij je echt heel veel moeite hebt met de eyeliner, dan kun je natuurlijk ook gewoon hier weer met de potlood verder gaan. Eyeliner op allebei mijn ogen. Ga ik nu even mascara bij aanbrengen en dan ben ik zo terug. Nou, dat was leuk om te testen en ik moet zeggen, ik vond het nog best goed werken. Ik geef wel mijn voorkeur uit naar de 1 cm eyeliner die iets dikker is, omdat ook dat effect nog heel subtiel is. En ik merk dat er met de 0,5, dus de halve centimeter, toch te weinig ruimte is. Je moet deze eyeliners niet vergelijken met eyeliner die je kunt zetten met een vloeibare eyeliner, want zo scherp zul je hem niet krijgen en je zit toch ook vast aan de vorm van de stencil. Maar mocht je het nou echt tof vinden, dan zijn er vast wel meer stencils te downloaden. En je zou natuurlijk ook kunnen kijken of je misschien zelfs zelf wat kunt gaan maken. Maar mocht je het nou echt heel moeilijk vinden of beginnend hiermee zijn, dan denk ik zeker dat het leuk is om een keer te proberen, om een keer te overwegen. Ik raad je wel aan om het met een lekker smudgy, dik, intens oogpotlood te doen. Ik zie duidelijk dat mijn lijntje met oogpotlood er meer uitspringt. En dat was dit de gehackt van vandaag. Ik hoop dat je het leuk vond. En ik hoop dat ik je donderdag weer terug mag verwachten. Want om 7 uur 's ochtends zal er dan een nieuwe video online staan. Heel graag, tot dan. Doeg!